maar dat het schip omhoog komt naar de bakken. Omdat die krachten vrij groot zijn en dat we onmiddellijk een kantelend moment erin willen brengen, zijn tevens drie zware bokken aangebracht. De taklift 1 en de taklift 6 van Smit-Tak en de Norma van de Tijdelijke Vereniging van Bergingswerken. Om tevens gelijk met die bakken een kantelend moment uit te oefenen hier naar boven toe, zodat het schip zo snel mogelijk naar boven komt. U weet, wij werken op een no-Q&OP basis en het is natuurlijk ons alles eraan gelegen om dit werk zo snel mogelijk te doen, want hoe langer het duurt, des te meer kosten hebben wij en dat trachten we natuurlijk te vermijden. Het kantelen van de veerboot moet gebeuren in goed weer, maar als u nu met dat karwei bezig bent en het weer slaat plotseling om in slecht voorjaarsweer, kunt u dan met het kantelen doorgaan? Wanneer die kanteloperatie is aangevangen, dan is er geen weg terug. Wij zullen dus terdege contact houden met het KNMI, ten einde een voorspelling te krijgen waardoor wij een aantal dagen, of waarin wij een aantal dagen goed weer hebben. En we zullen zeker niet met deze operatie aanvangen wanneer bijvoorbeeld de windverwachting noordwest 6 is. Een belangrijk punt namelijk waarom we ook niet terug kunnen gaan, dat is zodra dat kantelende moment erin zit, dan moeten we doorgaan, omdat het uitermate belangrijk is wanneer het schip wil kantelen dat we doorgaan, omdat we anders bang zijn dat het schip naar ons toe komt. En daartoe zijn er ook nog eens, behalve al het materiaal wat in positie ligt hier, ankers aangebracht waarvan de draden zo rondom het schip lopen naar ankers toe. En dat is hier 5 ankers aan de voorkant, 5 ankers hier aan de achterkant, om met behulp van 2000 ton dat schip op zijn positie te houden, zodat het niet naar ons toe komt, maar onmiddellijk gaat kantelen. Maar ondanks al het rekenwerk en ondanks alle voorzorgsmaatregelen, wat kan er nog allemaal misgaan? Er kunnen diverse dingen misgaan. We hebben, zoals ik zei, met specifiek voor heipalen gekozen om zoveel mogelijk zeker te zijn dat die bakken in positie blijven wanneer we die krachten op gaan uitoefenen. Er zou natuurlijk een paal kunnen breken. Dat is ook de reden waarom we niet voor ankers gekozen hebben, omdat het risico groter is. De bokken zijn nogal onderhevig aan deining. Wanneer je hier bewegingen hebt aan de oppervlakte, dan worden die bewegingen hier vergroot doorgezet in de top van de bok. Dat betekent allemaal extra krachten op die stroppen. De grootste risico dat we natuurlijk lopen is het weer en daardoor kan toch allerlei dingen zouden fout kunnen gaan. Maar door de inzet van een enorme hoeveelheid materiaal verwachten wij het toch tot een goed einde te kunnen brengen. Is Smit-Tak ook verantwoordelijk voor het bergen van de lijken? Nee, dat is Smit-Tak in eerste instantie is verantwoordelijk voor de berging van het schip. Er zijn diverse besprekingen geweest met de autoriteiten en tijdens die kantelfase, wanneer bepaalde delen steeds van het schip boven water zullen komen, dan zal in goede samenhang met de autoriteiten, de Engelse en de Belgische, de stoffelijke overschotten geborgen worden door de autoriteiten van de desbetreffende twee landen. Wat voor een berging is dit nu voor Smit-Tak? Ik wil niet zeggen dat het een routineberging is, gezien de hoeveelheid materiaal die we hier toch moeten inzetten. Aan de andere kant is het natuurlijk een bepaald risico. Je ligt in de winterdag, je ligt op de Noordzee. Je bent onderhevig aan stormen. Er moet vrij veel materiaal ingezet worden. En de no-Q&OP basis is natuurlijk een belangrijk iets. Dat wanneer het ons niet zou lukken, dat we geen geld krijgen. En dat was een reportage over de technische voorbereidingen voor deze bergingsoperatie. Ook wel kanteloperatie genoemd. Het rechtzetten van de Herald of Free Enterprise, het op 6 maart gezonken schip bij Zeebrugge. We hebben, hoop ik, op dit moment telefonisch verbinding met onze verslaggever Harmen Roeland op zee. Hallo Harmen, kun jij vertellen waar je bent en kun je misschien even de situatie waarin je zit beschrijven? Hallo Harmen. Hallo Harmen. Dag Job, goedemorgen. Hi Harmen. Goedemorgen Job. Ja, goedemorgen Harmen. Ik heb hier een aantal knopjes voor me waarvan ik er één moet omdraaien, blijkbaar om mij verstaanbaar te maken bij jou, maar wat mij betreft kun je je situatie nu beschrijven. Ja, dat komt dus daar op dat schip niet over. Ik denk toch dat ik dat... Doe de microfoon maar even dicht hier, dan kan ik Harmen vragen om te beginnen. Hallo Harmen, beschrijf je situatie maar als je wil. Je kunt nu beginnen.
Hallo, Job van Zijl. Ja, ik hoor je luid en duidelijk. Maar de bedoeling is dat je nu gaat beginnen met datgene wat je te vertellen hebt. Jij zit rond een van de schepen. Misschien kan de techniek nu inmiddels iets juist doorsteken, zodat ik ook daar te verstaan ben waar Harmen Roeland zit, op een van de schepen rond de gezonken Herald of Free Enterprise. En wat mij betreft, Harmen, kun je nu ons gaan vertellen waar je zit. Wel, we hebben